Na verloop van tijd kan een auto, ja, die gaat toch wel een beetje ruiken. Hè? Je gaat erin eten, je drinkt er wat in. Sommige mensen roken erin. En dat brengt ook vieze geurtjes mee. Dan heb je verschillende winkels waar je voor een eurotje of een paar eurotjes zo'n kartonnetje kan kopen die lekker ruikt. Maar meestal is die na een week alweer uitgewerkt. Dat is zonde van je geld. En dat is ook een manier waarop je het veel makkelijker kan doen. En ik weet ook zeker dat je dit thuis hebt liggen. Wat ik namelijk gebruik, zijn theezakjes. Theezakjes die absorberen de geurtjes. En ze verspreiden ook nog eens een heerlijke geur door je auto heen. Nou, waar moet je die dan neerleggen? Iedere auto heeft wel verborgen vakjes en dingetjes. En je kan ze bijvoorbeeld in je asbak leggen. En op andere plekjes. Je ziet er weinig van en het werkt echt hartstikke goed. Probeer het eens uit. Dat is handig.